Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en wij zijn aan het klaarmaken voor bed. We hebben net onze allereerste ouderavond gehad. Of informatieavond was het. Het was nog niet een ouderavond waarin je de ontwikkeling van het kind en zo gaat bespreken. Maar we voelen ons erg volwassen. Willemijn kwam oppassen, echt super, super, super lief. Nu lekker slapen. Morgen veel werken. Een lange dag. Sally is weer naar school. Lekker pitten. Het is 11 uur. Mooie tijd. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb straks een shoot. Ik heb best wel goed geslapen. Maar ik ben niet echt super lekker wakker geworden. Dus ik had een afspraak in de ochtend staan. En die heb ik eventjes verzet. Omdat ik dacht, ik wil gewoon even rustig aandoen deze ochtend. En ik heb straks een nieuwe campagneshoot van Stelt. En daar heb ik heel erg veel zin in. Alleen ik voel me dus niet optimaal. Dus ik ga zo even lekker paracetamol en de hele rambam tot me nemen. Dylan gaat mijn make-up doen, gelukkig. Dus ik ga alleen even zorgen dat... Ik heb mijn haar net gewassen. En ik ga even zorgen dat mijn huid goed geprept is. Dus ik doe even een maskertje op. Ik gebruik de Detoxifying Pink Clay Mask van Clay & Glow. Om het allemaal een beetje rustig en zuiver te maken. Die laat ik dan intrekken. Zo. Ik doe me even op de plekken waar ik nu last heb van een beetje onzuiverheden. Een beetje hier zo op mijn wang. Dus daar ga ik deze even doen. En ik glim altijd heel erg hier op mijn voorhoofd T-zone. En omdat vandaag de hele dag een studiodag is, wil je niet de hele dag iedere minuut bij moeten poederen. Of althans die lang. Dus ik doe hier ook eventjes het klein masker. Ze hebben trouwens ook nog een ander masker, zo'n avocado masker. Dus deze, die kan je dan eens weer aanbrengen, juist voor de plekken waar je wat meer moisturizing nodig hebt. Dus dat zou je dan ook kunnen combineren en dan zo hier doen. Maar ik hou het vandaag eventjes alleen bij deze. Die ga ik laten intrekken. Oké, het is nu ingetrokken en ik ga het er nu afwassen met een handdoek en gewoon warm water. Kan je huid daar even een soort van op reageren? Ga ik daarna scrubben en moisturizen. En dan heb ik mijn huid wel echt mega geprept voor de dikke make-up laag die er vandaag weer op gaat. Ik heb trouwens een kortingscode, Monica15, geldig op alles bij Clay & Glow. En ze hebben ook heel veel bundels, dus daar zou ik naar kijken. Want als je een paar producten heel fijn vindt, dan zijn ze in een bundel samen goedkoper. En krijg je dus met mijn code Monica15 nog eens 50% extra korting. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar losse producten kijken als je dingen wil uitproberen. Ik wil dat ik eigenlijk iedere dag tijd had voor zo'n uitgebreide skincare routine. Kijk, ik heb hier een beetje onrust. Oké, even mijn huid laten rusten nu. Scrubben. Ik gebruik altijd de Clay & Glow Exfoliating Face Scrub. Die is heel licht en niet te grove korrels. Dus ook wel mild voor je huid. Die gebruik ik dan en daarna moisturize en klaar. En de scrub zorgt er dus weer voor. Je hoeft niet heel veel te gebruiken. Ik doe echt super lang met de producten überhaupt van Clay & Glow. Een masker gebruik ik natuurlijk sowieso niet iedere dag. Maar van die scrub heb je dus helemaal niet zoveel nodig. Even eraf wassen. Wat je dus ook kan doen, en dat ga ik nu doen, is dit masker kun je ook erop laten zitten, bijvoorbeeld in de nacht. Om het zeg maar extra te hydrateren en het er niet af te wassen. Maar ik ga het nu heel dun aanbrengen. Omdat ik natuurlijk heb gescrubt, wil ik een extra moist. En dan breng ik het gewoon heel dun aan als moisturizer. Waardoor je huid dus niet uitdroogt. En daar kunnen we dus ook voor gebruiken. Ik ben op de shoot en Dylan heeft net mijn make-up weer gedaan. Thank you, babe. Ik ga nu even snel mijn eigen haar doen, dan omkleden en dan gaan we beginnen. Oké, ik heb me klaargemaakt. Haar gedaan en ik moet vandaag iets geels aan. Het is niet helemaal mijn kleur, maar het is voor de video het beste.
pak snel nog even schoenen. Zodat ik toch op hakken sta, ik net altijd iets lekkerder. Dus die ga ik even aandoen. En ik denk dat het heel leuk wordt. Ik heb net even de set gezien. Het zag er echt mega leuk uit. Oké, nou dit is dus de studio. Ik zal niet alles vertellen over de commercial en wat het inhoudt. Maar dit kan ik wel filmen. Dit is mijn decor eigenlijk. En ja, we doen het niet alleen. Nee. Glenn heeft alles bedacht, wederom. Nou, het... samen met ben je al begonnen? Ik ben al begonnen. Ja, oh, lekker. Een beetje zenuwen. Ja. Ik ga met je meedoen. Sure. Hier staan ze allemaal koud. Ik ben de laatste tijd echt mega op mango. Ik was altijd raspberry fan, maar ja, into mango. Het filmen van de Stelz commercial zit erop. Ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat. En ik heb even snel twee dozen met... oh kut, ik heb hem omgedraaid. Omdat hij zo moet. Twee dozen met het koekenmannetje koekjes laten bezorgen. En een flesje champ. Want Paola die is vandaag jarig. En ik zou eigenlijk veel later klaar zijn. Maar ik denk, ik ga dit gewoon even langsbrengen. Want ze gaat het verder ook niet vieren en zo. Dus ik dacht, nou, dat is toch wel even leuk om te doen. Dus ik ga nu snel naar Sen en Pauw rijden. En daarna ook lekker vroeg naar huis. Ik ben weer thuis. En hier word ik dus heel blij van. Lege broodtrommel terug. Echt top. En ik had het dus gisteravond al gemaakt. Dat maar goed was. Want we hadden ons vanochtend echt verslapen. Dus ik heb nu alleen de gedroogde banaan. Dat vond ze dus blijkbaar niet zo lekker. Snap ik. Vind ik zelf ook smerig. En 4 rozijntjes zijn er over. Nou, daar kan ik nog aan mijn leven. Helemaal top. Hier word ik echt blij van. Betekent dat ze het lekker vond. Blijft dit toch wel echt te schattig vinden. Deze cutie dingetjes erop. Ik kreeg ook nog een zure comment van iemand die zei... Die dingen zijn niet voor in brood. Die zijn om aardbeien mee te prikken. Boeien. Ik vind het gewoon mega schattig staan. En Sarah Lizzie vindt het leuk. Echt in de categorie van mega fucking zonde is... Je make-up eraf halen als Dylan het heeft gedaan. Oh, en ik heb er niet eens TikToks of zo mee gemaakt. Echt zo zonde. Ik had er echt meer uit moeten halen. Maar goed, het is wat het is. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Sarah Lizzie op school. Daarna heb ik een uur doelloos op TikTok gezeten. Echt vreselijk wat die app met mij doet. En nu... ben ik aan het klaarmaken. Ik heb zo een meeting die ik telefonisch ga doen. Dat het me net even beter uitkomt. Met de dingen die ik nog moet doen. Daarna heb ik een afspraak buiten de deur voor Sophia mee. Weer iets voor een nieuw product. Het is zo moeilijk. Echt soms dan start je dingen. Ik heb hier best wel veel tijd in gestoken. En dan wordt het hem alsnog niet. Dus ja. Daar struggle ik een beetje mee. Maar goed. Ik ga hem even opmaken en dan over een kwartier die call doen, koffietje maken, even opstarten. Oeh, ik merk nu wel dat ik weer bleker begin te worden. Dit was de foundation combo die ik gebruikte de hele zomer, maar hij is echt veel te oranje nu voor me. Nou, we doen het er nog maar een dagje mee. Fake it till you make it. Maar ik moet er maar even... Ik zou eigenlijk heel graag een keer een spraytan willen doen. Misschien moet ik dat eens gaan inplannen. Dat lijkt me nou echt top. Ik heb het volgens mij al een keer gedaan in mijn leven. Maar ik kan me er echt bijster weinig van herinneren. Maar dat heb ik wel heel vaak met dingen. Dat ik niet weet of ik snel wat heb meegemaakt of niet. Heb ik nou eens een spraytan gehad? Ja, dat weet ik zeker. Maar ik weet het dus niet zeker. Dat is het probleem. Ik denk het wel. Volgens mij woonde ik toen in Vinkeveen en kwam er een vrouwtje thuis. Om dat te doen. Ja. Oké. Ik ga even mijn make-up afmaken. Dan zie ik jullie zo weer. Ja, zo'n reliefje, zeg maar. Maar, dus dat is een limited kaart. Maar dan dus ook echt met een hele andere geur dan... Oh ja, dat is wel een goeie. Maar gaan we dan een limited kaart? Echt alleen die grote? Dat is wel heel mooi, ja. Heel leuk. Dat wel als cadeau te doen of zo, ja. Ja.
ja, laten we die op focus doen vanaf Q2 of zo. Ja, het ziet er goed uit. Oh, leuk. Ik vind dat vierkant ook wel grappig. Ja. Ja. Zo'n linnenachtige. Dat pop-up idee heel mooi. Eigenlijk moeten we dan gewoon gaan sourcen naar props met van dit soort dingen. Zou je dit gelijk uit, dat je dit even naar haar stuurt en dan kijken wat ze kan doen en wat het dan kost. Klopt, dan hebben we dat gewoon. Is iedereen het ermee eens dat we die winkel in de Leidse dan gaan doen? Want dan ga ik dat nu toezeggen. En die gaan we al niet meer redden. En dan daar, om daar het idee te doen wat ze zeg maar nu in de Leidse kunnen doen, dat is, ja, zet geen zoden aan de dijk. Ja, precies, als ik er ben, kijk, dat vind ik dus ook. Als het in Amsterdam is, dan, ik ben daar binnen 10 minuten, snap je? En hoe zit het met die cadeautasjes? Ik ga zo de deur uit voor mijn afspraak. En ik had al wat gegeten. En ik had ook echt bijna niks in huis. Dus ik dacht, oh, dit is goed voor lunch. En ik zag dus op TikTok allemaal mensen voorbij komen die dan van die noedels gingen eten die super heet zijn. Nu heb ik nooit echt goed tegen heet eten gekund. Maar de laatste tijd kan ik dat beter verdragen. Dus ik had zo'n pakje besteld. En ik dacht, oké, let's try. Ik ga die extra kruiden wel wegdoen. Unpopular opinion waarschijnlijk. En ik heb er een beetje kookroom. En een beetje, I know, echt vreselijk. Maar ik zag mensen dat TikTok doen. En dacht, oh, dat ziet er best lekker uit. Ik ben ook niet echt een noedelmeid. Dus ik heb er kookroom en kaas erin gedaan. En ja, dit is het resultaat. Het ziet er dus best wel creamy uit, maar ik heb net zo'n half likje genomen van die hete saus. En die is wel echt heel heet. Oeh, volgens mij is het ook heel warm. Waar kan ik mijn camera even opzetten? Voor dit is een mini mukbang. Ik zie ook steeds meer de vraag of ik weer mukbangs ga doen. Wil ik wel doen. Alleen ik moet eventjes kijken met wie. En ik wil heel graag nog in mijn leven een keer naar Taco Bell. Ze hebben dus één in Amersfoort en Rotterdam volgens mij. Dus dat wil ik heel graag doen. Misschien dat ik dat met Danique binnenkort weer ga doen. Even vragen of zij daar zin in heeft. Oké, ik denk dat deze noedel inmiddels een beetje is afgekoeld. Oh. Oh. Is wel pittig. En dat wist ik. Dus niet janken. Oeh. Maar het is wel echt pittig. Ondanks de kookroom erbij. Ja. Houden sowieso in general niet super erg. Het lijkt wel alsof je. Als je erbij gaat drinken, dat het alleen maar erger wordt. Je moet toch eigenlijk melk drinken bij pittige dingen. Oh, dat is wel echt heel pittig. Het is wel lekker. Maar daarna gaat hij branden. Ik had minder van het zakje erbij moeten doen. Oeh. Oh. Ik weet niet hoe ver ik kom hoor. Maar ik vind het op zich wel lekker. Echt, zou je natuurlijk gewoon een echte maaltijd van moeten maken met een eitje en misschien meer noedelsoepachtig omhouden. Oh, als je het eet gaat het echt, want is het echt wel lekker, maar dit wordt pittig. Oké, ik ga. Oh, ik weet niet hoe ver ik kom hoor hiermee. Ik moet ook zo de deur uit en ik wil echt niet tijdens die afspraak soort van nog helemaal na zitten beurnen. Oh, oh. Ik moet wel echt wat eten. Wat te doen met pittig eten. Als je te pittig hebt gegeten, maak je eten minder pittig met zuivel.
Gebruik suiker om de pittige smaak te verminderen. Meng limoensap. Pindakaas, blokje bouillon. Ja, oké, te laat. Ik ben weer onderweg naar huis van de afspraak. En ik wil eigenlijk eventjes boodschappen gaan doen. Want ik heb vanavond personeelsuitje soort van. Met RTL en we gaan bowlen. Dus dat is al vanaf 6:30. Dus ik ben er vanavond niet met eten. Dus ik dacht, anders maken we vast even eten voor Roep en Sarah Lizzie. En dan ga ik lekker bowlen vanavond. Yes, it's fucking true. Ik rijd de McDrive. Echt hate myself gewoon. Van ik ben een prep meal meid. Naar ik heb zo weinig eten voorbereid. En zo weinig gegeten. Ja, hete noedels die ik niet opkreeg. Dus nu sta ik weer in de McDrive. I cannot with myself. Ik zou nu willen dat ik naar de Taco Bell was gereden. Maar die is echt een stuk verder nog. Whatever. Ik haat mezelf echt. Oké, dit wordt niet echt een mukbang. Maar ik dacht, nou, ik had het er net nog over. Ik kan net zo goed gewoon eventjes dit gaan opeten on cam. Dit is de zak. Ik heb een kipnugget menu. Lekker. En een losse hamburger. Die vind ik eigenlijk altijd lekker. En ik eet mijn kipnugget altijd. Oh kut, ik heb geen rietje gekregen. Nee, whatever. Frietsaus en zoetzuur. En dan mix ik dat. Gross. Maar goed. Ik ga mijn drinken dan maar zo drinken. Ook, ik vind dat eigenlijk ook lekkerder sinds ze alleen maar papieren rietjes hebben. De eerste hap. Iedereen pakt altijd gewoon even zo'n frietje en dan zo. De frietjes zijn taai. Eeuw. Oké, zoetzuur. En frietsaus. En dan. Dit is mijn favoriete size trouwens van de kipnuggets. Deze vind ik het lekkerst eten. Je hebt toch allemaal gewoon die standaard size. Ik vind dit, oh, die is top. Die ronde vind ik heel irritant, want die is net kut zeg maar in je saus. En deze vind ik ook wat chill voor in je saus. Nou, tot dusver mijn review. Nou, dan heb ik gewoon allebei de sausjes. En dan begin ik altijd al met mayo. En dan. De tweede hap doe ik dan in zoetzuur. En dan heb je het allebei. Echt zo lekker. En daarna deed ik het er gewoon allebei in. Ah. Heerlijk. Ik heb nu ook gelijk helemaal zin om een mukbang te doen. Met iemand anders zeg maar erbij. Want nu, ja. Niet echt iemand om tegen te praten. Maar. En dan echt iets lekkers gaan eten. Waarom is junkfood en waarom is alles gefrituurd is zo lekker? Die frietjes vind ik dus niet super lekker. Dus dat vind ik dan altijd een beetje zonde. Echt een unpopular opinion. Maar ik vraag mijn frietjes altijd zonder zout. En dat ben ik nu vergeten. Dus ik vind ze ook te zout. Dit beker hier, daar ga je de oorlog ook niet mee winnen. Mijn god. Mijn slap ding is dat. Oké, ik ga even lekker in rust verder eten. Ik was te lui om boodschappen te doen. Dus ik heb ze besteld. Het is dus bizar. Maar ik heb samen met Gerard het RTL bowlingteam gewonnen. Nou, beste bowlingteam. This is how we bowl 2022. Ja, toch? Oh, beautiful. En gelijk in de prijzen. Oké, ik ben terug van de bowling night. Het is iets later geworden dan gepland. Maar dat neemt niet weg dat er broodrommels gemaakt moeten worden. Dus dat ga ik nu eerst even doen en daarna ga ik lekker slapen. Oh, morgen haat ik mezelf dat ik het weer, nou ja, zo laat. Hoe laat is het? Het is 1:15, oké. Ik ga eventjes een broodrommel maken. En morgenochtend mijn leven haten. Ach, wat een mooi soort van Oompa Loompa kapsel is dit ook.
Jezus. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Hey schatje. Ga even eens kijken welke schoen je aan wil. Hallo? Wat is voor je? Schatje, wil je even naar me luisteren? Ik hoef geen sticker. Ga maar even je schoenen uitzoeken, schat. Oké. Ik heb een sticker. Oké. Ik heb voor jou een. Dank je, lieverd. Kan je geen nieuwe schoenen uitzoeken? Ja. Het is echt een mooie sticker, moet ik zeggen. Het is vandaag een breed scala aan diertjes. Ik heb even mijn mail gedaan en lekker lang uitgesteld om te gaan douchen. En... Godverdomme. Dan ga ik even... een ijskoffietje maken. En daar heb ik afgesproken met Kai om te gaan lunchen. Want die is in Nederland. Super gezellig. En gisteren was echt super gezellig trouwens. Kai en ik hebben heerlijk geluncht en bijgekletst in het Pulitzer. Het was echt een super lekkere middag. En wij hebben nu Sarah Lizzie opgehaald en ze zijn nu voetballava aan het spelen. Rob is even sporten. Voetballava tennis. Ja. Jess die komt er zo aan en we gaan lekker, lekker eten hier. Echt super gezellig. Helemaal onverwachts en leuk. Ben je laatst even snel tegengekomen, maar... De smurfeltjes die zijn lekker hier. Oeh. Hè? Jij bent een lekker bordje aan het maken. Is het gezellig, zo. Heel lekker. Je bent er zo goed in, hè? Je bent zo goed in. Ja, ik. Dat is er, vind je niet leuk? Ja, hij heeft echt zo'n snackplateau. Ja, ik ben gewoon gigant. Er zit zoveel bij wat ik lekker vind. Maar, oké. Wat ik dan doe, kijk, nu doe ik dit. Kijk de kunst maar af bij de meester. Doe je zo in het midden, doe je die saté. Oh ja, zo doe je dat. Kijk. Nou, ik kan het niet meer terugdraaien. Nee joh, maar je moet het proeven, hè. Echt veel te veel. Maar, super lekker. Ik vond het echt lekker, we bestellen dit nooit. Maar het is toch lekkerder als je meer gerechten hebt. Dan kan je met je kiezen. Zo één ding kan soms echt je neus uitkomen. Ik had zo'n rendang, die was echt niet normaal spijs. Oh ja. Mijn lieve vriendin Esmee, die heeft met haar merk Atelier Fumé heeft ze een shirt uitgebracht. In samenwerking met NC. En ik vond dat zo leuk eruit zien. Dit is niet gesponsord. Ik heb hem gewoon zelf besteld. Heb ik het shirt besteld. En ik heb hem in de maat L. Ik dacht lekker groot. Zo'n heerlijk groot shirt. En dit is hem. Hoe leuk. Op een jeans. Maar ook gewoon lekker... Als je een beetje thuis aan het rommelen bent. I love it. En ik heb van Rob een heel lief cadeautje gekregen. Waar ik een tijdje al om zat te zeuren. 2 dagen, ja. Ik dacht, ik vind het erg lang duren. Als ik het volgende week nog niet heb, dan koop ik hem zelf. Deze koptelefoon, die wilde ik zo graag hebben. En iedere keer dacht ik, nou... Ik ga het niet bestellen, maar nu... Ben ik er heel blij mee, maar ik wil hem dus eigenlijk in het zwart, omdat ik bang ben dat dit dus vies wordt van de make-up. Maar ik zit nu te denken, dat heb je op zwart natuurlijk net zo goed. Het is niet dat ik zwarte foundation heb. En volgens mij kan je dit ook wassen. Ja, maar dit wordt wel viezer dan zwart. Ja. Dit is zo'n vies ding. Ja, dat wil je ook niet. Ik vind hem zo mooi. Ik wil hem ook gewoon... Echt? Ja, best veel kleuren. Welke dan? Was je vandaag naar Coolblue gegaan? Ik heb besteld en opgehaald. Ik heb laptop moest ophalen. We hebben even alle kleurtjes bekeken online. Niks gaat boven deze, dus ik hou deze. Nu kan ik hem lekker openmaken. Oh, lekker satisfying. Helemaal ASMR stilo.
Dus dit randje eraf. Ja, zeker. Nee, dank je. En dan zit dit in de doos. Wat mooi doen ze dit toch ook weer, hè? Even kijken. I love it. Ik ben hier echt zo blij mee. Niet te doen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En het was weer een vroege morgen. We zijn Lissetje naar school gebracht. En, of althans, het even opgedaan. Ik heb haar klaargemaakt. Kai en Jess kwamen het even langs. Want Kai die wilde heel graag even naar zijn moeder. Maar ze hebben in Nederland natuurlijk eigenlijk geen huis, geen auto, niks meer. Dus ze kwamen even de auto lenen. En die gaan nu dus even naar Rotterdam. En ik ga naar de kapper. Want het begint hier echt best wel weer op te lichten. En dat wil ik niet. Ik heb trouwens nieuwe sportkleding gekregen van New Balance. Echt heel blij mee. Dus dank daarvoor. En dit t-shirt heb ik ook gekregen trouwens. Van Neef. Ik had laatst had ik zelf twee shirts gekocht. En daar had ik het over in de vlog. En nu hebben ze dus twee andere met een V-hals in plaats van de ronde hals opgestuurd. En dit zijn echt, kijk hoe lekker. Je wil toch in leven. En dan lekker de lelijkste schoenen van de wereld. Maar love them. Ik vind ze ook dus niet meer zo lelijk. Dat is misschien het ergste. Oké, ik ga lekker naar de kapper toe. En ik heb mijn nieuwe koptelefoon. Daar ben ik ook zo blij mee. Dus, de ballen. Nou, ik ben alweer klaar bij de kapper. Even getoond. En een klein beetje lokje en puntjes geknipt. Dat het weer even wat gezonder is. En ik heb binnenkort een shoot. En die gaat Sico mijn haar doen. Dus we gaan even kijken of er nog extensions zijn in deze kleur. Want het was natuurlijk heel lang blond. En daar waren die extensions een beetje op aangepast. Dus nu even kijken of er nog wat is in mijn kleur. Oh, goedenavond. Het is vrijdagavond. En ik lig lekker in bed. Even lekker wat chiconisch gegeten. En Rob die hangt nog even in de stad. En ik ben lekker thuis. Lissetje liggen lekker te meuren. En ik ga ook lekker slapen. Oh, heerlijk. Ik heb gisteravond zo slecht geslapen. Echt, ik bleef maar wakker liggen. Ik werd gek, want het regende. En we hebben dus bij het raam zo'n rolluik. En dat bleven regendruppels opvallen. Ik werd er helemaal gek van. Dus ik kreeg een soort aanval van niet kunnen slapen. Dus ik ben heerlijk blij dat ik nu lekker in bed lig. Goedenacht. En eigenlijk zou ik dit weekend een weekend weggaan. Met Rob zijn zussen. Alleen dat ging niet meer door. En er stonden andere plannen qua werk. En die zijn allemaal gecanceld. Dus ik heb het hele weekend gewoon vrij. Echt heerlijk. Dus ik wil morgen eigenlijk met Sarah Lissetje eventjes lekker naar de bios. En gewoon lekker chillen. Dus ik ga slapen. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik ben even wasje aan het draaien. Want ik heb afgesproken met een jongen die ik tegenkwam op Lowlands. En, of althans niet nu vandaag, maar ik kwam hem daar tegen. En hij vertelde dat hij zelf vluchteling is geweest. En dat hij heel veel dingen doet voor vluchtelingen in Nederland. En toen zei ik, joh, ik heb nog echt heel erg veel kleren voor mijn dochtertje. Waarvan ik niet echt goed weet wat ik ermee wil doen. Ik wil graag dat het op een mooie plek terechtkomt. Toen zei hij, nou, mijn moeder doet ook heel erg veel voor vluchtelingen, et cetera. Dus zij zou heel blij zijn met die kleding. Dus ik ga vandaag als Alice de kleding wassen en alles sorteren. Kijken op maat, wat past er nog wel, wat past er nog niet. Wat gaan we doneren. En dan kan ik dat even helemaal gereed maken, die tas. Want
Anders blijft het zo'n uitgesteld klusje. Terwijl er genoeg mensen zijn die het kunnen gebruiken. Dus ik ga even alles helemaal wassen en dan daarna kijken wat is nog de juiste maat en wat niet. Wij gaan straks naar de bioscoop. We gaan namelijk naar de slijmfilm. Love My Life. Sorry, die zit hier heel erg veel zin in. En Roep en ik hebben even lekker een broodje entrecote besteld. Zo. Godverdomme lekker. Niet normaal. Hoppa. Wat zijn broodje? Nou, wij zijn naar de slijmfilm geweest. Het was echt wel een hele leuke film. Alleen Sarah Lissy was echt eigenlijk na een kwartier er al klaar mee. Schat, zullen we nog even hier spelen? Ga maar spelen, wij wachten hier. Ze wilde eigenlijk echt na een kwartier al weg, maar uiteindelijk toch volgehouden. En die film duurde wel iets van anderhalf uur bijna. Dus dat was goed en nu zit Sarah Lissy hier in dit holletje te spelen. En we gaan zo even naar Gelderlandplein, want James en Paola zijn oma, wat de reis weer bijna leeg. Die komen daarheen en wij moeten ook nog even boodschappen doen, dus dat gaan we even doen. Wij zijn lekker naar de bios geweest en toen... Mami? Ja? Ik ben bijna van een trap afvallen. Echt? Nee, dat snap ik, schat. We zijn lekker naar de bios geweest en toen naar Gelderlandplein. Nou. Echt? Derde. En nu zijn we lekker thuis. Ze hebben het al gegeten. Ik ga nog heel even snel haar kast een beetje afmaken. Hier heb ik weer een schatje. Ik ga pyjama kijken. Ik kan niet naar iPad kijken. Ik moet nu nog mijn kast verder maken. Ja, je mag nog even chillen. Maar je moet wel van een pyjama aan. Ja. En we hebben echt een ultiem lekker weekend. Rob die ligt boven lekker te slapen op de bank. Ik ga de kast doen. We gaan vanavond lekker vroeg slapen. En morgen gaan we lekker brunchen bij Chaconi. Daar heb ik echt heel veel zin in. Heel gezellig. Wat doe je? Oh. Hoe komt dat? Ik heb bijna een blauwe plek. Een blauwe plek? Ja. Oké, ga maar even je kleren uit, Wifi. Ik heb nog bijna niet zien. Hoeft ook niet, schatje. Kom maar. We hebben nog eens eventjes extra... eten besteld en ik was vanmiddag bij Skins en ondanks dat ik nu uiteraard zelf mijn eigen geurkaarsen produceer, heb ik deze geurkaars van Diptyque gekocht. Ik blijf het gewoon echt een cadeautje vinden. Oh, deze verpakkingen zijn ook zo mooi. Even kijken of deze verpakkingen, ja deze. Ach, ruikt zo lekker. Prachtig, nou, wij gaan even lekker eten. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ja, zondag. Zondag. En we hebben lekker een hele rustige ochtend thuis gehad. En wij gaan nu heerlijk, Rob heeft de Chaconi lunch, of brunch eigenlijk moet ik zeggen, gereserveerd. Dus daar gaan we lekker heen. Kom je even op je stoel zitten, madame. En ja, helemaal lekker, daar gaan we heen. Het regent, dus ik denk dat we anders ook niet heel veel andere dingen hadden gedaan. Ga maar zitten, schatje. Wil je haarband ook weer in? Ja. Oké. Okay. Nou, komt u maar. Nou, we zitten bij Chaconi's. Alleen net zoals iedereen die hier zit, hadden we de anticlimax. Iedereen dacht dat het brunch vandaag was, maar dat was niet. Dus we zitten nu gewoon à la carte te kanen. Eigen buffetje gemaakt. Rob is ook gezellig mee. Sarah Lissy heeft pizza gegeten. We hebben een spicy salami pizza gegeten. Gehaktballetjes. Melanzane. Lekker visje. Wat hebben we nog meer gegeten? Vitello. Gehaktballetjes. Calamari. Ja. En buiten is het echt vreselijk weer. Het is wel een goede zondagbesteding dit. Ja. We zijn even naar de Bijenkorf gegaan en ik sta dit jasje te passen. Ik heb hier dus de broek van. Alleen ik merk dus dat ik die eigenlijk bijna nooit aandoe. Omdat ik gewoon toch het jasje mis. Maar ik vond het eigenlijk too much om het allebei te kopen.
Maar nu denk ik, ja, straks gaat hij uit de collectie en dan zou ik dat jasje zeg maar nooit meer kunnen vinden. En dan vind ik het eigenlijk helemaal zonde. En het jasje is op zich ook wel leuk zo. Eigenlijk zou ik dan eerder van alles altijd alleen het jasje kopen in plaats van en de broek. Dan alleen de broek, want nu doe ik daar dus bijna niks mee. Dus ik vind dit eigenlijk wel heel leuk. Ik ga de stuk. Ik heb deze Balenciaga broek aangetrokken. Maar even, het lijkt echt of ik gewoon benen heb van 50 centimeter. Ik vond het wel edgy. Ik dacht, oké, leuk. Maar het ziet er echt niet uit. Wat embarrassing. Ja, ik zag eens dat Kylie Jenner deze aan had. En daar stond het natuurlijk weer helemaal fab. En bij mij is het echt gewoon... Echt randje gewoon helemaal... Nou, randje. Het is gewoon helemaal gestoord. Gewoon fully. Nee, kijk maar, dit is ook zo. Het zijn die pads. Wat is dat dan? Om je make-up ermee af te halen. Hier ja, maar daar heb ik gewoon normale watjes voor. Ja, maar dat is slecht voor het milieu. Ja, dat is wel waar. Ja, de Primark is echt goed voor het milieu, ja. We zijn even naar de Primark gegaan. En Sarah-Lies is helemaal los aan het gaan met bruisballen. Ja, die mag je ook. Ze zijn allemaal leuk, hè? Dat is ook een leuke plu. Echt enorm leuk, allemaal. Oh, hele leuke plu. Ik ben benieuwd wat er in haar water. Echt, hè? Doe maar in het tasje. Ik ben benieuwd wat er in het water gaat gebeuren, want er zijn... We hebben lekker geshopt. We zitten nu lekker in de tram naar huis. Het is echt pokkenweer. Leuk hè, in de tram? Dat vind je leuk toch? Ja. Doe je dat met Mattie? En met Jade ben je ook weer in de tram geweest toch? Ja. Wij zijn weer thuis. We zijn lekker gaan lunchen. Daarna naar de Bijenkorf. Toen naar de Primark. En lekker met de tram naar huis gegaan. En het kwam echt met bakken uit de lucht de hele dag. Sarah-Lies is echt aan het eind van de Latijn. Ze is de hele tijd druk aan het doen. Vallen, huilen, whatever. Zal ik even eten voor je maken en dan een beetje toe? Ga je maar even rustig nog wat kijken, dan ga ik eten voor je maken, ja? Water. Ik was dus echt al 100 jaar niet meer bij de Primark geweest, maar ik zocht daar een soort van lingerie setje wat ik tegenkwam op TikTok. Nou, dat kon ik niet vinden, of althans alleen in de mate XL. Dus die heb ik niet gekocht, maar ik heb wel allemaal van dit soort haarclips. Van die rollers. Nou, hij is al open. Maar goed, dit is dus zo'n pak met rollers. En er zitten ook alle formaten verder bij in. Dat is best wel handig. Oh, kut. Dus heb je echt mega veel rollers in één set. En allemaal van die, ja, die baddingen voor Sarah-Lies. Dat vindt ze helemaal leuk. En dit, om je kwasten schoon te maken. Echt altijd... met opruimdingen en zo, dan ruim ik dit weer op. Maar dit moet je eigenlijk gewoon echt hebben. En dit is echt zo'n handig kuipje. Dan doe je hier baby shampoo op. En dan kun je gewoon zo helemaal je kwast hierin schoonmaken. Ja, schatje? Ja, ik ben klaar. Bijna klaar, schatje. Tandenborstels is met Sarah-Lies heel leuk. Ja, kijken we. En nog meer van dit soort clips. Die zijn gewoon altijd handig als je gaat opmaken en zo. En even om je haar vast te doen. Dus dat was het. Nou, hier nog 3 bruisballen. And that's it. Ja, ik heb er heel veel. Je hebt er heel veel, ja. Ik krijg echt ineens zo'n bizarre zondagavond opruimwoede. Dus ik heb een vuilniszak gepakt en ik ga alles wat me niet bevalt hier, ga ik gewoon erin gooien. Ik ben er even helemaal klaar mee. Het is overal zooi. Ik wil gewoon minimalistisch leven. Nee, grapje. Dat is niet aan mij besteed, maar ik... Even oude kaartjes en dingetjes en al die onzin gewoon weg. Sarah-Lies ligt op bed. En ik ben begonnen met deze kast en deze hoek uit te ruimen. Echt heerlijk. En ik heb ook al deze keukenkastjes, of althans kasten, opgeruimd. Echt een verademing. Iedereen herkent wel het moment dat je aan het opruimen bent en dat je dan helemaal ineens inkakt en in een soort trance raakt. Dat heb ik nu. Oh my lord. Slechtste timing ever. Maar goed, ik moet het nu wel afmaken. En dat scheelt. Ik ga het je überhaupt even wat lichter maken. Als je geen reet. Ja, fuck my life. We hebben net nog even wat eten besteld. HelloFresh wordt zo ook bezorgd. Dus dan wil ik ook even gaan prep mealen voor de rest van de week. Omdat ik het best wel druk heb. Dus ja. Ik moet zeggen dat er wel al aardig... opgeruimd wordt. Nou, ik ben echt wel goed op weg gekomen. Dit ziet er allemaal een stuk rustiger uit. HelloFresh ingeruimd. Nou, hier liggen echt gewoon nog wat troepjes die even gedaan moeten worden. Nou, dit is sowieso ellende.
Maar dit gaat er allemaal weg morgen. Dus er is echt wel veel, veel werk verzet. Laat ik het zo zeggen. Rob is al naar bed. Sarah Lizzie die slaapt ook al lang. En het is nu, hoe laat zat ze? Volgens mij iets over 10, hè? Ik ga ook lekker naar bed, want ik heb een drukke week voor de boeg. Ik wilde eigenlijk vanavond gaan meal preppen. Maar ik sla hem even over. Ik ga lekker naar bedje toe. Oh ja, ik had van de week natuurlijk deze koptelefoon gekregen van Rob. Het is echt een mega tip. Dus die van Apple. Echt een top ding. Ik ben er heel erg blij mee. Daar had je ook dit niet te zeggen. Ja, een beetje akkoord of zo, maar misschien herkent hij mij echt niet. Dat denk ik dan, anders had hij het denk. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ga meteen even handdoeken in de nee, ik ga denk ik het bed eerst afhalen. Ja, dat moet wel zo wel. Ik kom echt zo slecht in slaap de laatste tijd. Ik sliep echt pas weer om 3:30 of zo, dus ik ben echt kapot. Ja. Rob is er eens voorbrengen. Ik ga de brood ellende opruimen. En ik heb hier een drukke week met veel afspraken. Dus ik ga meteen even. Ik dacht eigenlijk, oh, ik ga nog een uurtje liggen, want mijn eerste afspraak vandaag is pas wat later. Maar ik moet ook editen. Alles doen. Oh. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon meteen alles doen wat ik moet doen. Dus ik ga ook gelijk even HelloFresh meal preppen voor de week. Of ik denk, het ligt eraan, even naar de recepten kijken. Wat er deze week op menu staat. Spaghetti met citroen, knoflook, garnalen. Oeh, die is wel echt heel lekker. Runder tartare champignons. Ziet er ook erg lekker uit. En gebakken zalm in dille roomsaus. Oh, dat is echt, ziet er allemaal zo chill uit. Wat ga ik maken dan? Ik denk. Ik denk de spaghetti. Kunnen we dit vanavond lekker eten? Daar heb ik zin in. En ik heb allemaal snelle recepten. Die runder tartare lijkt me ook echt mega lekker. En deze is ook makkelijk. Oh, dat is heel chill. Ik heb echt het mezelf heel makkelijk gemaakt deze week. Nou, ik heb lekker even een geurkaars aangezet. Mijn voorraad Sophia Mees is op. Dit is het enige wat ik nog heb. Hier staat er ook nog één. Oh ja, deze heb ik ook nog. Maar ik ga eerst eventjes al mijn resterende kaarsen opbranden die ik dus überhaupt nog heb. Deze heb ik ooit van Esme gekregen. Mega leuke vormgeving ook dit. Nou, buiten regent het. Lekker gezellig maken binnen weer. Vind ik op zich eigenlijk wel gezellig en leuk. Ik ga even de stappen doornemen van het HelloFresh recept. Je hebt nodig garnalen, spaghetti, cherry tomaten, kokeroom, rucola, rode ui, citroen en knoflookpuree. Nou, dit is dus echt heel simpel. Dus dit gaan we doen. Ik doe eigenlijk alle HelloFresh ingrediënten in één la. En dan is het eigenlijk gewoon een beetje boodschappen doen uit de la. Ik heb even water opgezet met olijfolie en zout erin. En nu ga ik de tomaatjes halveren. En ik moet dit eigenlijk eerst even opruimen. Laat ik eerst dat even doen. First things first. En nu halveer ik alle cherry tomaatjes. De pasta moet 10 tot 12 minuten koken. Ik doe dat altijd iets langer, want ik hou wel echt van zachte pasta. En daarna doe je de tomaatjes en de rode ui. Die snij je in halve ringen. Die fruit je aan in de pan. Citroensap erbij. En dan daarna komen daar de garnalen en de knoflookpuree nog bij. Zo.
De pasta is aan het koken. En hier zitten knoflook, ui, kruiden en garnaal bij. Het ruikt echt super lekker. Dit kook je even kort en dan gaat er daarna kokeroom bij. Oh, ruikt echt heerlijk. Nog even een bouillonblokje erin uitgecrushed. Zo, dit laat ik even inkoken. Dan gaat straks de pasta erbij en dan ben je alweer klaar. Dit was echt mega snel. Ik ben echt uiteindelijk heel blij dat ik het nu even gedaan heb. Het scheelt me zoveel tijd later. Oh, kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Ik ga het nu even af laten koelen en dan in bakjes doen. En dan laat ik het afkoelen zonder die deksel erop. En met de code HelleMonica75 krijg je tot 75 euro korting op je eerste 4 boxen bij HelloFresh. En heb jij dus zelf ook binnen mega snel een lekkere maaltijd op tafel. Zonder dat je hoeft na te denken wat je gaat eten. Want dat besluit je al een week van tevoren. Ugh, kijk even hoe lekker ziet dit eruit. Echt, ik heb er even wat peper overheen gedaan. Citroen. En klaar. En de rucola die bewaar ik even. Zodat je die er, als je de pasta hebt opgewarmd, je kunt het wel koud eten natuurlijk. Er gewoon zo op te doen. Zodat je even een versere buit hebt. Dus die ga ik even terug in de koeling leggen. Heerlijk, ik heb hier nu al helemaal zin in. Dit ga ik dus laten afkoelen. En ik ga nu het dekbed eraf halen en wassen draaien. We zijn nu met Sophia mee een wasparfum aan het creëren. Dus ik ben helemaal into wasmiddel en parfums, et cetera. En ik heb van het weekend deze gekocht. Van de Landrus. En ik heb eigenlijk nog geen idee hoe die is. Maar je kon in de winkel bijvoorbeeld ook de geur niet ruiken. En altijd als er ergens baby op staat, dan ben ik gelijk verkocht. Dat ruikt altijd zo lekker. Dus ik ga mijn eerste wasje hiermee draaien. Ik heb ook heel Sarah Lizzie de kast leeggemaakt. En die ga ik nu opnieuw vullen met alle kleding die me wel houden. En een hele tas gevuld met alle kleding die weg kan. Dus die heb ik allemaal opgeslagen. En die ga ik volgende week wegbrengen naar mensen die het heel goed kunnen gebruiken. Dus ik ga dit allemaal even rustig in de kast leggen. Ik heb even mijn haar gefund. En ja, ik ben me ervan bewust dat ik nu lijk op die slechterik uit Shrek. Maar ik krijg zo mijn shirt niet aan. Dus ik ga ze eruit halen. Ik heb die rollers gebruikt. Die ik gisteren bij Primark heb gekocht. Oké, deze is de andere kant op gegaan. Nice. Allebei zo. Lelijk. Oké, even kijken. Ik heb het gevoel dat sommige stukken nog een beetje nat zijn. Oké. Ik ben nog niet teleurgesteld. Dat is al heel wat. Oh. Gelijk gejinxed natuurlijk. Nou, ik ben helemaal niet teleurgesteld. Misschien heb ik het best wel mooi gedaan. Oh. Ja, ik heb dus geen shirt aan nu. Oké. Okay. Ik zal even licht aan doen hier. Nou, dit is best mooi. Het is wel heel stijl, maar kijk, hier gaat het fout. Ik ga even mijn shirt aandoen en dan ga ik die voorkant even opnieuw doen. Even kijken. Ja, dit was gewoon nog te nat. Dat is nu opgedroogd met het haartje erin. Zo. Ja, mijn haar voelt wel goed, moet ik zeggen. Structuur erin. Nou, ik ben helemaal niet teleurgesteld. Gewoon mooi stijl, droog gefeund. Top. Nou, die rollers die zijn dus echt dikke prima. En dan heb ik ook van die clips erbij, daar heb ik alles mee vastgezet. Dit is echt fijn. Ik ga de vlog editen en daarna gelijk een nieuwe vlog starten voor volgende week. Dus hartstikke bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zag wel vorige week een comment van iemand die zei, je vlogs zijn de laatste tijd echt best wel lang.
Vaak dus een half uur, maar soms ook wel een uur. En die zei, een half uur is ook prima, want dit kost zoveel tijd om te kijken. Dus een half uur per week is eigenlijk ook prima en net zo leuk als een uur. Dus ik ben benieuwd wat jullie gedachten daarover zijn. Laat het me vooral weten en tot volgende week. Dankjewel voor het kijken.